RAI in Amsterdam, waar Robert den Brink samen met Gil van Praag de Virato openen. Het belooft een spectaculaire show te worden, compleet met bekende zangers en zangeressen. 14 september, dit is de Virato Show 1992, rechtstreeks vanuit de RAI in Amsterdam. Het mekka voor alle audio- en videoliefhebbers. Sinds 1950 wordt de Virato georganiseerd. Eerst in Theater Bellevue en vanaf 1955 in de RAI. Hier was de allereerste presentatie van de tv, de stereoplaat en de geluidscassette. De komende anderhalf uur maken we wederom kennis met een groot aantal spectaculaire nieuwe ontwikkelingen. Voor zijn debuut als presentator bij Veronica is hier uw gastheer van vanavond, Robert den Brink. Dank u wel. Ja. Ja. Zo. Goedenavond, hartelijk welkom vanuit de RAI in Amsterdam bij de Virato Show 1992. Het is vandaag de openingsdag van deze beurs waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van audio en video te bewonderen zijn. Nou wordt het absoluut geen avond alleen voor de freaks, want ook de muziekliefhebbers en de spelfanaten die komen helemaal aan hun trekken. Zo gaan we door het hele programma heen een Virato-spel spelen. En dat kan erop uitdraaien dat twee mensen vanavond voor 25.000 gulden aan artikelen mogen gaan uitzoeken. Hier uit deze prachtige winkel. Al deze spullen die hier zo mooi staan opgesteld. Ja, er werd net al gezegd, hè, de eerste show voor Veronica. Nou, u begrijpt natuurlijk wel hoe ik me voel op dit moment. En toen ze me vroeg, heb ik ook meteen gezegd, dat wil ik wel doen. Maar dan alleen samen met iemand die dus echt verstand heeft van die spullen. Nou, die hebben we gevonden. Ik stel hem nu aan u voor, dames en heren. Gil van Praag! Dankjewel, Robert. Je hebt erg veel vertrouwen in me. Trouwens, dames en heren, nog even een applausje voor Robert. Ook, het is de eerste keer dat hij bij Veronica is. Het gaat fantastisch, Robert. Wel, ik zit hier in de infostand en voordat je het weet komen mensen naar je toe en vragen dan waar is het toilet? Nou, die is daar, dat is voor u thuis natuurlijk helemaal niet interessant. Wat wel interessant is, hoe zijn we nou aan die 40 kandidaten gekomen? Nou, we hebben iedere 500ste bezoeker dus vanmorgen gevraagd om mee te doen aan het spelletje. We waren heel vroeg al hier en hoe dat nou is gegaan, dat kunt u nu zien. Ik denk gewoon, Gijs, we gaan te vroeg zijn. We zijn te vroeg? Ja, kwart over acht, maar... Misschien kunnen we aan hem vragen hoe we dan het beste naar binnen toe komen. Ja. Meneer, komt u eens? Goedemorgen. Komt u hier wel vaker? Elke dag, of elke morgen. Elke morgen. Hoe kom je nou binnen? Want... Even aan die deur rammelen. Zijn er wel? Zijn er wel. Zijn we een koffie drinken? Zullen we dat doen? Ja, niet ja, kom. Bedankt. Oké, bedankt. Doei. Dicht. Hallo? Gesloten. Hallo? Zie jij iemand? Ja, wacht. We moeten naar binnen natuurlijk. Hè. We moeten die kandidaat nummer 1. Daar komt u, daar komt u. Ga naar binnen toe. Hebben jullie pasjes? Ik heb geen pasje. Ik ook niet. Ja, maar klopt. U bent kandidaat nummer 1. Dank u. U dat weet niet waarvoor? Nee. Heeft u gehoord van het spelletje dat Robert den Brink vanavond gaat spelen hier? Nee. Wat doet u vanavond? Vanavond? Teruggaan naar huis. Wat vindt u ervan om hier te blijven? Hoe lang? Nou, tot na de uitzending en kans maken op 25.000 gulden aan de apparatuur. Zo, dat is niet gek. Dat moeten we dan maar doen. Mag ik even? Jongen. Ja, u bent weer een 500-tal. Ben ik een 500-tal? Hartstikke mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Wat doe je vanavond? Vanavond ben ik thuis, kijk naar de Virato openingsshow. Daar doe je aan mee. Is dat zo? 99. 500. Ja, ik heb geen prijs gewonnen. Ik ga nou je hebt geen prijs gewonnen, maar je zou 25.000 gulden aan prijzen kunnen winnen vanavond. Nou, dat is te gek. Ja. Een 500-tal. 508. Dat is nummer 99. En dit is 500. Jij bent ook de 500ste bezoekster. Je meet het. Een van de 500ste bezoeksters. Wat is je naam? Anousha Vuurs. Dag Anousha. Je doet vanavond mee op tv met de Virato Show. Ik ben perplex, echt waar. Ja? Oh ja? Wat vindt u daarvan? Helemaal niets. U kunt 25.000 gulden aan prijzen winnen. Nee, dank u wel. Oi. Je doet vanavond mee met de Virato Show op tv. Is dat zo? Met Robert en Brink. Oh. Wat denk je daarvan? Overval me een beetje. Loop maar even mee. Alsjeblieft. U doet vanavond mee met de Virato Show op tv. Oh, dat weet ik dus niet. Durf ik niet te zeggen. Dat is lekker. Dat is een boffer. Dat maak ik nou nooit mee. En zo ziet u, het spelletje wordt alsmaar populairder. Even kijken. 496. 497. 498. Hallo, Sjaak. 499. Ja, u ziet het.
Zo zijn we dus aan deze 40 mensen gekomen. Hartelijk welkom overigens. Ga je niets vermoeden een dagje naar Amsterdam? Zit je ineens live in een televisieuitzending? En ik hoop dus dat een van u 40 kans maakt op die 25.000 gulden aan apparatuur. Aan spullen uit de winkel op het plein. En ook u thuis maakt kans op 25.000 gulden aan audio- en videoapparatuur. Ik ga u zo uitleggen hoe we dat spel gaan spelen. Veel muziek vanavond ook in de show met een grote variatie aan artiesten. De eerste die voor u gaat optreden is een man die als een van de weinige Nederlandse zangers in staat is gebleken om 30 jaar lang aan de absolute top mee te blijven draaien. Afgelopen week stond hij onder andere met een radio- en tv-special bij Veronica vanwege dat jubileum midden in de belangstelling. Van zijn laatste cd met al die hits van de afgelopen 30 jaar hebben we één nummer gekozen. Ik denk nog steeds een van zijn beste. Dames en heren, Rob ten IJs met Malbabbe. Oh, yeah, 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 yeah.